Ja, jongens Jette. Ja, jongens Jette heeft weer van zich laten horen, vrienden. En iedereen is weer... Nou, iedereen valt weer om van verbazing gewoon. Ja, het lukt D66 weer om toe te slaan. Het was een tijdje, maar nog niet zo lang geleden. Ze zei die kakelende zegt... Nee, we gaan de BTW op groente en fruit... Nee, die blijft gewoon hetzelfde. Ik bedoel, hier in Spanje is het al lang nul. Al de hele tijd, gewoon nul. Niks op groente, fruit, kaas, eieren, brood. Maar Nederland, hup. Kaag zegt, het kan niet, want ja, we allemaal moeilijk en we weten niet precies wat er vers is en niet vers. En dat ging niet door. Dat ging niet door. En de mensen hebben dus de allergrootste problemen, vrienden, om rond te komen. Ja, financieel komen ze er niet uit. De voedselbanken, daar staan ze rijen dik. En de overheid houdt daar gewoon geen rekening mee. Dat moet de overheid nou juist wel doen. Een beetje kijken waar zitten de burgers in de knel. Dat is het. En daar waar ze in de knel zitten, daar moet je ze even een klein duwtje in de rug geven. Nee, niks bij dit kabinet. Nee hoor, want nu komt jongetje Jette. En jongetje Jette, die denkt bij zichzelf... We gaan eens even de benzineprijs verhogen. Met 10 cent. Ja. En dan hebben we ook nog eens een keer de BPM. Ja. BPM, dat is dus die aanschaf voor benzineauto's. Die wordt gewoon verdubbeld. Oh, doe maar. En dat scheelt duizenden euro's gewoon. Want mensen die toch al heel erg krap zitten. Dat is een godsvermogen. Hoe kan je dat nou doen? En wat denk je van 10 cent per liter? En dat doen ze dan, vrienden? Daar hebben ze dan over nagedacht. Dat is om het autorijden met benzinemotoren dan, om dat terug te dringen. Dat is dan beter voor het klimaat. Dan hebben we D66 weer. Klimaatkneuzen. Dat is dan beter voor het klimaat. En denk je nou werkelijk dat mensen... Mensen gaan dan niet minder rijden. Nee, natuurlijk niet. Mensen willen mobiel blijven. Die willen gewoon een keertje op pad. Die willen gewoon aan hun kleinkinderen. Die weet ik veel wat ze willen. Maar die gaan gewoon weg. En die moeten dan die 10 cent meer betalen elke keer. Ja, en die kunnen al geen cent missen. En dat gaat allemaal de staatskas in. Want dat is wat er gebeurt. Het is niet dat er minder gereden gaat worden, nee, er gaat meer geld naar de kakelende. Ja, precies vrienden, en zo zit hij. Ja, hey, wij worden opnieuw niet goed van D66.